58, het hoogtepunt van deze avond. Wat? Oh, moet ik het omroepen? Ja. Nou, gooi dan even 180. 74. Niet best. Dit was nou typisch zo'n eerste divisiepotje. Ja, het was geen beste wedstrijd inderdaad. Dus vooral een vechtwedstrijd. Eerste helft is eigenlijk niks aan de hand. Je komt 1-0 voor. Je hebt alles onder controle en dan krijg je gewoon een slecht verdedigende goal tegen. Je hebt zelf een corner en uiteindelijk ligt die bal zo in het netje. Volgens mij krijgt hij de bal nog op eigen helft. Hij deed wat langs de hele zijlijn en schiet hem nog binnen ook. Ik had wel het idee dat jullie dat na Heracles een beetje hadden geleerd. Ja, maar ik zeg al, weet je, hij kwam ook echt uit het niks, vond ik. En ja, het is gewoon één momentje dat we niet goed stonden. En het wordt gelijk afgestraft. In die tweede helft pakken jullie dan rood en eigenlijk gaat het daarna pas lopen. Hoe komt zoiets nou? Nou, lopen, het was gewoon meer echt puur op, volgens mij allebei de goals. Was gewoon verlengen en diep lopen en binnenschieten. Dat kan je ook met 11 man doen, hè? Dat heb je niet gedaan. Nee, zeker. Daarom zeg ik al, ik weet niet waar dat aan ligt. Maar dan zie je opeens wel dat we keihard werken en lopen voor elkaar en vechten zoals we eigenlijk elke wedstrijd moeten doen. Maar ja, je ziet dat we hem over de streep trekken, dat is gewoon het belangrijkste op het moment. Ja, het was een gevecht met de tegenstander, soms ook met de scheidsrechter. Ik zag je een paar keer op hem afstormen. Was hij voor reden vatbaar? Nou, weet je, ik vind dat ik als aanvoerder mag gewoon wat tegen hem zeggen en dat zei hij ook. Maar volgens mij bij die goal van Sonny, hij zei dat hij de bal nog niet vast had. Maar ja, dat vind ik geen geldige reden, want volgens mij was het gewoon in de 5 meter. Dus dan wordt de keeper altijd wel iets beschermd en hij had geen oog voor de bal. Dus. Maar ja, hij laat hem doorgaan. Maar ja, we stonden binnen 10 seconden weer op 3-2. Dus, 12 seconden? Over 12 seconden. Ja, dat was wel lekker dat we 3-2 en daarna hebben we hem gewoon over de streep getrokken. Ben je dan in het veld nog bezig met de tussenstanden bij NAC bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Nee. Had je voorafgaand al afgesloten? Nee, helemaal niet. Juist helemaal niet. Maar we wisten sowieso dat we vandaag niks konden winnen omdat Almere nog moest spelen. Maar ja, ik was gewoon druk bezig met eerst zelf winnen. We hadden het liefst met 3 doelpunten verschil natuurlijk gewonnen. Maar ik zeg al, de wedstrijd was niet om nou even te communiceren wat de tegenpartij doet. Kijk, als je ver voor staat, dan kan je dat doen. Maar nu was er geen wedstrijd voor. Kan je nou beter darten of voetballen? Ja, dat mag jij bepalen. Nou, gooi nog eens wat. Ja, nog een keer proberen dan. Minimaal 50 punten, anders doe je niet meer mee. Dat is 20. Dat is 21. Nou, gaan we doen ze. 26. Dan heb ik nog een dingetje voor jullie. Wat is een dingetje voor ons? Als jullie nog één keer vis halen, hier in de buurt in plaats van Volendam, dan spreek ik jullie nooit meer. Maar waar moet ik dan vis halen? Ja, Volendam natuurlijk. Ja, dan moeten ze zo'n kar langs de weg zetten. En je hebt toch geleerd, je komt toch uit Noordwijk? Ja. Dan heb je toch geleerd dat je alleen vis moet halen als je aan het water zit? Nou, deze man had vers vet. Prima visje was dit. Maar waar is hier het water? Wat interesseert mij nou? Ik had honger. Alleen vis halen. Als je aan het water ligt. Dus Noordwijk kan nog een beetje, maar Volendam heb je de beste vis. Dus dan weet je dat. Ja? Gaan we doen ze. Alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Hou op hoor. 4x18. Je was met recht on fire. Ja. Lekkere invalbeurt zeker. Nou, zeg dat wel. Matchwinner? Ja, absoluut. Helaas krijg je een minder slimme rode kaart tegen. Maar mag ik 2 doelpunten maken en winnen we deze wedstrijd? Dan hebben we weer 3 punten. Typische eerste divisiewedstrijd duel vond ik het. Ja, veel strijd. Veel strijd. Ik denk dat je gelijk hebt. Het is altijd leuk om in te vallen, maar het lijkt me wel lastig om in te vallen. Zeker als die rode kaart dan valt. Ja, zeker. Het spelen valt uit, is nooit leuk. Kom je erin, moet je laten zien. Moet je er gelijk staan eigenlijk. Krijg je een rode kaart en dan draait heel de wedstrijd. Dus ja, zeker lastig, maar toch blij met de overwinning. Ja, ik zei het al, de man die on fire is. Ik heb het idee dat je wat meer los bent gekomen na het bekerduel met de Go Ahead Eagles, waar je ook een matchwinnaar was. Jawel, ik denk dat ik ook wel iets meer los ben gekomen. Voor mezelf ook bezig geweest, zowel op het veld als buiten het veld. Dus dat helpt ook zeer zeker mee. En iets meer tot rust, ja. Wat doen dan die 2 goals vandaag met je? En uiteindelijk ook de 3 punten en het matchwinnerschap? Ja, dubbel gevoel. Het is mooi dat je 2 keer scoort en dat je de wedstrijd wint en 3 punten pakt. Maar
Helaas geen periodetitel. Dus dat is de andere kant ervan. Was je daar erg mee bezig met wat NAC aan het doen was? Daar waren we niet echt mee bezig, maar ja, we wilden wel gewoon die periodetitel pakken. Weet je, stond er goed voor. Vorige week verloren. Dus ja, dan is het vandaag zonde. Dan maar die vierde, hè? Dan maar die vierde. Bedankt, man.